en voor iedereen die er zijn. Ze hebben ook nog een keer een paar ton extra gekregen. Voor, ja, 4 miljoen. Voor de groenvoorziening in Buitenvelden. 4 miljoen. Maar weet u wat er nou is? Dat heb ik dus ook staan. Als je op een bankje zit bij het herdenkingsmonument. Ja. Ja? Maar het geldt voor alle bankjes. Het stikt van die sigarettenpeuken. Kijk, je mag in gebouwen of waar dan ook niet meer roken. Maar mensen gaan dan de openbare ruimte gebruiken. Maar er staat nergens een soort afspraak. Ik zeg, zit nou her en der bij een vuilnisbakje of zo, of waar bankjes staan, zit daar in het midden een leuke asbak. Van vierkant of maar van een kunstwerkje. Ja. Dat mensen daar hun peuken in kunnen gooien. Niet op de grond of en as, dan komt dat niet op de grond. Maar je zal altijd mensen zijn die aso zijn. Ja. Mag ik u even onderbreken? Hoe lang woont u al? Woont u hier in de buurt? Of ik woon 20 jaar hier in de buurt. Ik woon hier boven de winkeltjes, waar ik ook mijn best voor doe. Ik heb nou 3 winkels weer opnieuw. Heb ik klanten voor gevonden. 1 pandje heb ik nog leeg. Dus ik zou zeggen... Waar de bakker zit. Daar hier waar de spar zit. Waar de spar zit. Oh, de spar, de bakker, hebben nu een makelaar pas. De kapper zit er volgens mij. Nee, die kapper is weg. Daar zit nu een makelaarij. Daarnaast zat Voskale, was een delicatessenwinkel. Maar toen kwam die groenwinkel hier. Oh, die Eco. Die Eco. Dus dat werd een concurrentie. Die heb het niet kunnen, die kon ze huur niet meer betalen. Die staat nog leeg. Daarnaast heb je Kook en Zo van Anneke. Oh, ja. Heel goed. Ik denk, bent u nou meneer Sletha, maar niet? Nee. Ik alleen maar... Ik praat nog meer als meneer Sletha. Ja, en ik vecht er dus voor onze wijk. Dat is wijk 91B. Dat is deze wijk. Dat die opgehoogd wordt. Die moet een halve meter omhoog. Dat is hier in heel Buitenvelden al gebeurd. Maar hier nog niet. Hier hebben ze wel 3 waterbergingen gemaakt. Eentje aan de ring. Eentje in het park. Daar hebben ze niks omheen staan. Daar kun je zo inlopen. Maar ik hou mijn hart vast. Ik zie van die hummeltjes. En dan zeggen ze, ja, de moeders moeten daar op letten. Maar die moeders kijken ook niet altijd. Levensgevaar. Wat het is een pensionier. Het is een hartstikke mooie beest. Ik raap zelf ook vuil. Grof vuil. Ik loop met zijn hoed. Nou, wij kunnen naar binnen. Kijk, ze komen nu allemaal tegelijk. Ja, ik ben er klaar. Ja, nee, er zijn nog 3 minuten. 3 minuten? Nou, dat is fijn.